Deze samenvatting wordt mede mogelijk gemaakt door FP Video. Welkom bij de wedstrijdsamenvatting Marto Flexwerk Orca's Heren 1 Urk tegen CBV Binnenland. Deze wedstrijd werd zaterdag 26 oktober gespeeld in de Vlechttuinen op Urk. We gaan kijken naar de beelden uit de eerste helft waarin Binnenland net een wat sterkere tegenstander was. Als je de eerste helft zou moeten omschrijven, hoe zou je die omschrijven? Nou, de wedstrijd waarin we, de eerste helft waarin we heel erg zoekende zijn, waarin we elkaar aan het aftasten zijn eigenlijk, de beide teams. Dat zie je ook aan de lage score in de eerste helft. We worden hard verdedigd, maar in de aanval zijn we gewoon heel erg hongerig. Hij laat ook veel open kansen laten we liggen. Maar goed, hetzelfde geldt voor hun, waardoor je bij rust een heel klein gaatje hebt. Wat wel een probleem van de eerste helft is dat we al heel erg in foutenlast komen. Hè. Dus we hebben al veel persoonlijke fouten gemaakt, de jongens die op de bank moeten zitten, omdat ze al met drie fouten eigenlijk in het veld staan, waardoor we geen risico's meer kunnen lopen. En het zorgt er ook voor dat je in de tweede helft een stuk minder fysiek kan gaan verdedigen. Dit zijn beelden uit de tweede helft. Orca's komt terug en staat zelfs enige tijd voor. Maar net voor het eindsignaal weet Binnenland de winst toch mee naar huis te nemen. De tweede helft denk ik dat we aanvallend loskomen, hè, dat we ook meer durven, dat we onze acties aan de basket maken, dat er ook ballen ingaan, dat we op zich in de rebound ook beter zijn, ze meer onder druk zetten, we komen goed voor, echt tot twee keer toe, nou, we hebben de wedstrijd onder controle in het laatste kwart, en dan toch omdat we uit elkaar vallen als team, niet de juiste mensen op de juiste moment de bal krijgen, geven toch die wedstrijd nog weg, en dat is gewoon heel erg jammer. Maar goed, je merkt wel dat we nu tegen een team spelen die al veel verder is dan wij, hè. We zijn goed bij elkaar gebleven ten opzichte van vorig jaar, hebben veel ervaring. We hebben een goede voorbereiding gehad met weinig blessures. Wij zijn eigenlijk sinds deze week pas als team echt compleet. En er is nog heel veel haalbaar en er is nog heel veel rek in ons team. Uiteindelijk komt het wel goed, maar vandaag zijn we er net niet. Ik zou bijna zeggen, wordt het dan niet tijd voor een teambuildingskamp? Nou, ik denk het niet. Ik bedoel, dat gaat op de training, gaat het automatisch en die stappen maken we wel. En elke training wordt hard gewerkt, dus aan de hand van training gaan we een heel stuk verder komen dan we nu zijn. De overwinning is er wel, maar daar moet nog even aan gewerkt worden. De overwinning, het is vandaag wel een kleine overwinning eigenlijk, denk ik. Maar het had net een stuk positiever kunnen zijn als we die drie punten meer hadden gescoord, had die wedstrijd gewoon gewonnen. Jammer.